Okay. What's good? Hi, this is Jenna. Hello. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Zoals jullie weten is het deze maand Kelsammer. Dat betekent dat ik elke dag van de maand een video upload. En dat doe ik niet zomaar, dat doe ik als jullie een bepaald aantal likes halen. En vandaag is het aantal likes raten. Oh, hoeveel krijg ik nu? 8. 8000? Nee, 8 likes. 5000 likes is het aantal wat ik moet halen, anders komt er morgen een nieuwe video. Jullie kennen, dan gaan jullie het gewoon fixen, want ja, je is in ieder geval, ik ben hier vandaag met Senna. Mocht je afvragen wie is Senna, stel jezelf even voor. Ik ben Senna, ik ben 10 jaar en Het is even tijd voor je dagelijkse portie Otje. Hé, hey, Otje, alles goed? Otje, wat vind je er daarvan? Wat vind je nou van Kelsammer tot nu toe? Wat vind je, wat ben je blij? Oh, oké. En daarnaast, ik ga deze maand een aantal keren naar jullie thuis toe om jullie te ontmoeten. Want jullie staan blijkbaar voor mijn deuren. Dat is niet de bedoeling, daar ook een beetje ongemakkelijk van. Ik bedoel, kijk, als zij voor de deur staan, denk ik, ah, gezellig. Als jullie voor de deur staan, denk ik, ah, het is wel een beetje ongemakkelijk. Dus ik ga gewoon naar jullie huis toe. En het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op een meet and greet bij je thuis is door gewoon te chillen. Je moet even abonneren op mijn kanaaltje. Abonneren op Senna ook. En ook op Instagram volgen, want ik ga live op Instagram. Dat is toch leuk? Ik ga gewoon live op Instagram en dan ga ik letterlijk live naar iemand toe gewoon. Heb je enig idee wat we vandaag gaan doen? Nee, echt geen idee. Doe je nou alsof? Ik heb het al lang verteld. Je doet echt alsof. Nee, je weet echt niet. We hebben ook een video gemaakt op Senna haar kanaal. Ga die sowieso checken, staat in de beschrijving. Ik krijg allemaal dingen op mijn hoofd. En jij ook. Oké, we gaan vandaag leeftijden van YouTubers raden. Oh, damn. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja, vind je dat leuk? Ja, ik vind die video's van jou altijd zo leuk dat ze gaan raden. Ja, is dat zo? Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk verschillende leeftijden. Jij bent 10, ik ben 21. Ja. Ik ben ongeveer 2 keer jouw leeftijd. Dus sinds wanneer kan ik iemand met praten? Soms sta ik er wel van te kijken, zeg maar, hoe sommige mensen, en dan zijn ze in een jaar ouder dan dat ik dacht. En shit, en ik dacht, ja, weet je, het is eigenlijk vrij simpel. We kijken gewoon naar een foto van een YouTuber en dan gaan we allebei tegelijkertijd zeggen hoe oud dat we denken dat die persoon is. En dan gaan we kijken of het zo is en als je het goed hebt, dan heb je het goed en dan ben je blij. Oké, we gaan beginnen. Famke Louise. Oké, hoe oud denk je dat ze is? We gaan tegelijkertijd zeggen. Ja? 3, 2, 1, 18. 19. Je vindt het nu al spannend, hè? Ja. Oké, we gaan kijken. Op het moment dat deze video online komt, is ze al 19. Ja, letterlijk. Nee, oké. Ik maak deze video voor 9 december. Dat betekent dus dat ze nog 18 is nu. Goed gedaan, je hebt een punt. Wat is je eerste reactie? Superleuk. Dit was een microfoon. Oh, maar... oh, ik dacht dat je voor had. Gio Latoy. Oh, ik ben Gio. Nee. Gio, als je kijkt, hey, you're my guy. Maar ik weet niet eens hoe oud je bent, man. Tuurlijk wel hoe oud Gio is. Ik weet het. Ik weet het ook. Oké, zeg het. 3, 2, 1, 18. 19. Hoezo 19? Ik heb het wel goed. Hoe weet jij allemaal dingen van YouTubers en zo? Ja, weet ik veel. Je bent gewoon best... Ben jij een stalker? Senna de stalker? Senna exposed. Enzo Knol. Enzo Knol. Knol power. Mijn naam is Enzo Knol. Oh, ik weet het denk ik wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Maar ben je zeker van je zaak? Nee. Of denk je het? Nee, ik denk het. Ik weet het. Oh, ik zit wel te twijfelen nu eigenlijk. Ja, dat is een beetje... Nee, ik ga gewoon op mijn eerste. Ja, ben je ready? Ja. Ben je klaar? Enzo Knol is oké, klaar voor? 3, 2, 1, 22. 21, dat is net zo oud als ik. Ja. Dat zou heel deprimerend zijn, want dat betekent gewoon dat hij stap voor is op mij. 24! 24! Wow! Enzo Knol is oude guy. Ja, wow. Hij gaat met pensioen en zo. Hij is echt wel een man gewoon. Enzo Knol is gewoon een man. Ja, dat is wel zo. Ja. 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 Hé! Hey. Ja, die weet jij! Tuurlijk weet ik die, dat is easy. Oh. Ja! Ja. Hoezo? Ja, weet je niet, als je logisch nadenkt. Oké, jij mag, kijk, ik weet sowieso het antwoord. Ja, dus jij mag het als eerste zeggen. 21. Ik denk net zo oud als jou. Denk je dat hij net zo oud is als ik? Ja. Heb je zijn rimpels gezien op zijn voorhoofd heen? Nee, hij is 23. 23 al? Ja, hij is wel een oude gast. Sophie. Hallo. Oh, dat weet ik ook niet. Ah, ik denk het wel. Toch? Ik moet ik denk het wel. Laat me even rustig aan. Ja, ik weet het. Ik denk wel dat ik hem goed heb, hoor. Denk je dat, hoor? Ja. Dat denk ik ook wel, hoor. Bij jou duurt het echt lang. Ik ben het ja, maar ik vind het gewoon... Ik besef me nu pas dat ik gewoon dit niet kan. Ik kan sowieso nooit leeftijden raden van mensen. Ik vergeet mensen hun naam al. Hoe heet jij eigenlijk? Oké, ik zeg het gewoon. Ready? 3, 2, 1. 21. 19. 20? Wat? Nee, ze is echt 19. Ja, zij is sowieso net zo oud als ik. 20! 20! Oh. Ah ja, nou. Ze ziet er best jong uit. Vind je dat ze is wel groot, maar
Maar... Zij is zo, ze is bijna 2 meter, man. Zij is gewoon een soort giraffennek, is zij. Hey, geen disrespect, dat is Sophie, ik hou van je. Maar ik word een berg beklommen. Het gevoel. Grapje. Quinty. Quinty Missy Jan, hey. Maar ik zit ook wel weer tussen 5, hoor. Nou, ik denk niet dat het... Ja, weet niet. 3, 2, 1, 20! Zo, jij verandert me even van gedachten op het laatste moment. Jawel. Ja. 20, 22. 21! Dat letterlijk nog te twijfelen. Misschien is het... Jij had al bijna 21 gezegd. Ja. Je moet er gewoon meer shit, op je... Je moet op je eerste gevoel moet je afgaan. Is niet leuk! Mariah! Mary J. Sourfield. Hoi allemaal! Yeah. Ik vind haar ook leuk. Marijs is super leuk. Marijs is rete gezellig, die chick. Waar is Otje? Weet je, maar dat is altijd wel een antwoord. Heb je stiekem gekeken? Nee, echt niet, echt niet. Constant leugentest. Heb je stiekem gekeken? Nee. We zeggen tegelijk. Ja, 3. Wacht even, ik moet nog iets bedenken. Ja, klaar voor? 3, 2, 1. 19. Oké, ik denk dat we allebei deze goed doen. Ik denk 20. Oei, joh. Ze is zo oud. Ik dacht dat zij jonger was. Otje, wat dacht jij? Hoe oud is Marije, denk je? Ja, ik dacht dat ze altijd net was. Ik denk dat hij dan een kat een zware stem heeft, maar Otje is letterlijk 10 weken. Kai! Kai van der Ree. You know what Kai van der Ree is. Yo. Ik ga gewoon even een tip geven. Ik denk dat hij ouder is dan je denkt. Kai, hey, no disrespect. Ik bedoel, het is niet dat je straks 80 bent of zo. Ik help je gewoon. Wees me dankbaar. Ja. Oké. Okay. Klaar voor? Ja, toch? Ja. Ja? Ik wil nog even wachten. 3. 2, 1, 25. Ik denk 25. Jij denkt 24. 25? Oh, God, dat is leuk. Ik dacht eerder misschien nog 23. Oké, we gaan naar de volgende. Kai Gorgels. God, skeleert is nou. Hij vind ik wel echt leuk. Hij is fucking leuk. Hij is echt grappig. Hij is grappig. Ik vind hem zelfs grappiger dan mezelf. Jij vindt hem ook grappiger dan mij. Ik ook. Wow. Ah, zijn leeftijd. Hij is wel een oude. Hij is wel een oude knakker, hoor. Sowieso wel boven de 35. Helemaal niet. Jawel. Dat is echt niet waar. Ja, geloof me nou maar. Hij is boven. Nee. Hij is 37. Ja. 3, 2, 1, 25. 27. This guy, old man. Kai, je ziet er nog fantastisch uit voor je leeftijd. Ja, vind ik ook. Dylan. Hey. Dylan Hagens. Dylan. Ik weet het wel gewoon dit. Ah, ik vind het niet hoor. Hij is wel een beetje oud, denk ik. Je mag lekker nadenken. Weet je nou? Ja, ik weet het. Oké, 3, 2, 1, 25. Ja, lekker. Very nice job, I like it, it's very nice. From this on we're going to talk in English for the people. Senna, go to speak a little English then. Wat is ananas in het Engels dan? Ananas of ananas? Ananas. Nee. Ananas. Pineapple. Ah! Sorry, dit is een hele oude grap. Hey, Jordi! Jordi! Jordi van de busje, kwam kop. Let's do it! Dat zegt hij altijd. Echt? Ja. Let's do it! Want je vindt het ook niet leuk. Oké, ik weet, ik heb iets in mijn hoofd. Oké, 3, 2, 1, 24. Zeg jij! Wat zeg jij? 19! Man, yo, nee, hij is sowieso niet 19. 22! Hallo, ik sta dichterbij. In de man. En dan wacht. Jawel. Rutger! Ik ben Rutger. Ah, die weet ik denk wel. Nou! Ja, hallo, de vorige wist jij ook. Yo, what you good, bro? Oké, Rutger. Rutger Vink. Oké, ik ga het, dus ik weet het. Ja, maar Sunny is verraderlijk. En dan is aan de meer. 22. Oeh. 28. Wow, this guy, oh. 28. Zo, je bent helemaal van de wereld. Kun je, wow. Besef je het? Hij is bijna 3 keer zo oud als jij. Wow. Maar het is een compliment voor Rutger, want je denkt dat hij jonger is. Ja. Hij ziet er gewoon hartstikke goed uit. Hey, Rutger, lekker bezig, maar nee. Hey. We gaan niet zo goed trouwens. You see. You see. Hey, man, bro. Ik snap het niet. Rijmt op cutie. Hij heeft een kind, hè? Oh ja! Oh nee, nou heb ik je geholpen! Ah. Hij heeft een kind, zijn kind is ongeveer 13 volgens mij. Ja, tuurlijk. 2 of 3 of zo. 3, 2, 1, 29! Hij is sowieso weer 28 of zo. Ja! Is, wow! 20! Serieus, ik dacht eerst 25. Waarom zei je het dan niet? Je moet gewoon op je eerste gevoel afgaan! Toen zei jij, hij heeft een zijn kind, toen dacht ik, nee, hij is wel ouder! Zijn haar levensles van een hele oude wijze man. Ga gewoon op je eerste gevoel. Ga gewoon recht op je doel af. Jouw schuld. Het is mijn schuld. Ja. Wow. Zo, mijn flinke... Nessim. What up? Oké, moet het nu zeggen, oké? Zeg je gevoel. Ja. 3, 2, 1, 24. 22, 24. Let's hit it, man. Let me see. Let me go. Let me feel it. Oh! Nessim! De tingles. En de pa 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 pa. Skira pa pa. En de boem 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 boem. Zou je even een leuk nieuwtje vertellen? Dit was hem al. Nee!
Vergeet even niet deze video te liken, want bij 5000 likes op deze video binnen 24 uur maak ik morgen weer een nieuwe video. Komt die gewoon online, dus dat is nice. We hebben ook een video gemaakt op het kanaal van Senna, waarin ik allemaal make-up op mijn hoofd krijg. Dus ga die sowieso checken. Ik hou van jullie tot de volgende keer. Hey, dankjewel dat je mee wilt doen. Hey, zo.